De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Hoe kunnen we een nieuw common creëren? Een nieuw samen, waarin iedereen met zijn eigen talenten en expertise kan bijdragen aan de ontwikkeling en vorming van een samenleving. Op basis van wetenschappelijke kennis biedt Tilburg University hiervoor een dynamisch perspectief. De Tilburgse Lokhal was het decor voor een debat- en boekpresentatie van The New Common. How the COVID-19 Pandemic is Transforming Society. Van initiatiefnemers Emiel Aerts, Hein Fleuren, Margriet Zitskoorn en Tom Wildhagen. In dit boek, kosteloos aangeboden op de site van Tilburg University, reflecteren 50 wetenschappers op de impact van COVID-19 op de maatschappij. We geven u graag een indruk van het debat. Ja, dus een denk- en een doeprogramma. Wat we vooral willen doen is bijdragen aan handelingsperspectief voor mensen en de maatschappij. En wat kunnen we de komende tijd doen op al die terreinen die in het boek ook beschreven worden en die ook van deze middag aan tafel worden besproken. Aan tafel verzamelen zich wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijven, overheidsorganisaties en maatschappelijke instellingen. Onder leiding van Simone van Trier en Nathan de Groot gingen zij met elkaar in gesprek over 4 thema's. Tijdens het thema generaties wordt aangehaald dat niet alleen de zieken en de ouderen kwetsbaar zijn, maar dat de gevolgen van corona ons allemaal aangaan. Hoe kunnen we de toekomst voor iedereen makkelijker maken? Bij het thema gezondheid blijkt dat bezorgdheid en angst sterk aanwezig zijn. Patiënten, cliënten, maar ook zorgmedewerkers weten niet waar ze aan toe zijn. E-health, compassie en solidariteit zijn fundamenteel voor verbetering. Bart Berden is online te gast. En als je wat verder kijkt, ook na de coronacrisis, ook al duurt dat nog een hele tijd dat het virus onder ons is, dan zie je ook dat de schaarste in de zorg, waar we in de komende jaren steeds meer mee te maken krijgen, dat daar ook dit thema solidariteit, saamhorigheid met compassie van en voor het individu, inclusief jezelf wegcijferen, dat dat iets is wat ons enorm zou kunnen helpen. Data science en AI zijn middelen met veel mogelijkheden om onze samenleving, zorg en onderwijs te verbeteren. Kenny Meesters vertelt hierover bij het thema digitale transformatie. Dat is denk ik niet alleen maar kijken naar de ontwikkelingen die we kunnen met de techniek. En dat kan. Nou, software is het meest flexibele bouwmateriaal wat we hebben ongeveer op de planeet. Wie ga je dan helpen met welke keuzes? En niet alleen maar naar boven toe overzichten, maar juist individuele keuzes ondersteunen. En daarmee help je ook mensen die maatregelen te volgen. Ik snap dat mensen op stap willen. Ik wil ook een rondje gaan hardlopen. Waar kan ik dat doen? Waar kan ik dat veilig? Bij het thema participatie zien we een toename van eenzaamheid, armoede en werkloosheid. Tegelijkertijd lijkt de solidariteit te groeien. Esma Lalla vertelt hierover als wethouder. Ik zou niet zeggen dat we dat economisch belang mee moeten nemen, als wel dat we anders moeten kijken naar wat nou een echt economisch belang is. Dus als je dat definieert, het zou je niet meer moeten definiëren enkel vanuit winst en groei, maar wanneer je dat definieert als gericht op mensen en milieu, dan win je altijd. Want investeren in mensen, investeren in alle mensen, het bieden van perspectief, dat loont. Tot slot kijken Tom Wildhagen en Margriet Zitskoorn vooruit. En we zagen heel erg vandaag dat iedereen daar eigenlijk ook in mee wil gaan. Dat iedereen ideeën heeft, iedereen kennis heeft, iedereen talenten heeft. En eigenlijk is het een oproep, dus echt maar het begin, van pas dat allemaal toe op die nieuwe situatie, zodat we in gezamenlijkheid naar iets nieuws kunnen bouwen. We hebben het echt vanmiddag, denk ik, op verschillende manieren heel helder geformuleerd gekregen. We zijn met elkaar op zoek naar een nieuw samen, hoe dat er precies uitziet. Niemand die het precies weet, maar dat het een hele fijne, spannende weg is om in gezamenlijkheid af te leggen. Nou, 50 wetenschappers van Tilburg University hebben een waanzinnig mooie aanzet gegeven. En laten we hem gewoon oppakken, die handschoen.